Hallo, ik ben Ton de Berkeleer en ik mocht mee op internationaliseringstrip naar Finland. En ik wil jullie daar graag een beetje meer over vertellen. Leren gebeurt in Finland echt overal. Letterlijk elk plekje in de school wordt benut om er een leerplekje van te maken. Aan de rechterkant zie je twee leerhuisjes staan. Die zie je echt overal opduiken. En die worden ook heel veel gebruikt door de leerlingen die daar samen gaan werken of samen gaan studeren. Bovenaan zie je een aantal oude sofa's of zitmeubels staan. Nu, die zet men ook letterlijk overal, elk hoekje waar dat kan staan, staat dat. Zodanig dat leerlingen eigenlijk dat kunnen gebruiken om te overleggen ook. Links bovenaan een verloren stuk eigenlijk tussen twee klaslokalen in, waar men zitzakken gaat zetten, sofa's, tafeltjes. Allemaal te gebruiken wanneer je maar wil. En helemaal links zie je een trap die omgetoverd is eigenlijk tot een soort van leerplekje. Je ziet ook twee studenten die effectief aan het studeren zijn. Of helemaal onderaan links de trap die één grote herhalingsoefening wordt. Hier zie je twee groepjes leerlingen ook effectief aan het werk op zo'n leerplekje. Aan de linkerkant zijn een aantal leerlingen aan het werken rond een opdracht voor Engels. Aan een soort van tuinmeubel, staat eigenlijk gewoon midden tussen de lokkers. Aan de rechterkant zie je twee meisjes die eigenlijk bezig zijn met een opdracht die ze moeten maken voor fysica, een proefje. En die doen dat gewoon op de gang in de hal. Ze voorzien niet enkel leerplekjes in de school, maar wat je ook echt in elke school ziet opduiken, is wat je hier eigenlijk ziet. Hè. Een aantal speeltoestellen die er staan plots in een gang, of een piano, zie je ook wel ergens opduiken, of een klimrek. En in een doodlopende gang hangt gewoon een boksbal. Zit het stil? Nee. Toch maar niet. Men gelooft niet zo erg in stilzitten in de klassen in Finland. Lokalen zijn ook zeer multifunctioneel. Als leerlingen nood hebben om les te volgen aan een bankje of iets dergelijks met een stoel, dan kan dat uiteraard. Maar ze gaan veel verder dan dat. In het volgende filmpje dat je gaat zien, gaan ze daar ontzettend ver in. Let op wat je gaat zien in het begin als je de leerlingen ziet klimmen op de klimrekken. Dat is geen les LO, het is een spellingstest. Want bovenaan op het klimrek, aan het klimrek bovenaan, vind je eigenlijk een zin. Ze moeten die gaan controleren hoe die geschreven wordt en dan moeten ze die zin ook gaan opschrijven. Kijk en geniet.
Een zeer multifunctionele klas, zoals je hebt kunnen zien. Niet in elke klas of school in Finland gaan ze daar even ver in, maar de inrichting van het lokaal, waarbij je hebt kunnen merken dat er eigenlijk heel weinig banken staan en ook eigenlijk vooral veel materiaal dat op verschillende manieren gebruikt kan worden. Er zitten kussens die men ook kan gebruiken voor bijvoorbeeld wat lichamelijke opvoeding te doen. En een staanhoekje waar je eigenlijk kan werken aan een pc en dergelijke. Die zie je echt overal opduiken. Ook de manier van lesgeven, waarbij de leerlingen voor een stukje zelf kiezen welk stukje infrastructuur zij gaan gebruiken om hun opdracht te volbrengen. Wil je nog meer weten? Lees dan verder onder deze video.